lastige familie om eruit te doen. Hoe bedoel je? Kan niet? Ja. Ja, maar hij is los. Hij draait wel. Dan moeten we nog over de drempel, ja? Ja, dat komt de drempel. Hoi. 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 Alles wat hier gebeurt door meneer Brende gebeurt, is een stichting gestuurd. En meneer Brende heeft dan wel een heleboel dingen in bruikleen gegeven. En natuurlijk, het museum is altijd nog leidend, dus wij betalen wel voor deze avond. Maar wij hadden ook nog een mooi cadeau. Tenminste, als je het mij zou geven, dan zou ik er niks aan hebben. Maar deze club waarschijnlijk wel. En Jan Geers, dat is degene die dat heeft bemachtigd. En die gaat ook vertellen wat het is, want ik heb geen idee wat het is. Jan, ga je aan. Bij overlevering schijnt dit een stationaire motor te zijn van het merk Douglas uit Engeland. Dus die werden door de boeren gebruikt voor het melkmachientje, voor allerlei andere dingen. Ja, dat is zwaar. En er is ook dus de startknop is er ook bij, maar die moet even een beetje groter gemaakt worden. Voor de slinger. Dus die vonden we leuk om die toch aan het museum aan te bieden als een cadeautje voor dat we hier vandaag mogen zijn om te kijken. Dus aan jullie om hem uit elkaar te halen en weer netjes te maken. Hij wil wel lopen, of niet? Nee, het motorblokje is los. Je kan gewoon draaien, dus je hebt alles draait wel. Alleen het geeft een beetje restauratie. Ik denk dat we nog weer aan de gang kunnen. En ik zeg dan zo, als hij dan wel pruttelt, dan wil ik nog graag even horen pruttelen. Dan kom dan even weer. Ja, dan kom dan even weer. Ja, dames, Stichting Tractor en Website Museum Drenthe. Hartelijk bedankt voor deze gift. Daar moeten wij toch een beetje van hebben, van ja, dit soort dingen, wat nou hier of daar achter in de schuur staat of elders. En daar kunnen we weer verder mee. Nou, we zijn er heel blij mee. Veel plezier ermee. Dank u wel. Dus ik weet niet of we daar weer heen moeten gaan. Ja, dat is een beetje